jongens, het strandchalet. Speciaal leuk van deze, van dit chalet is natuurlijk dat jullie ook beestjes erbij hebben. Het werkt zo. Kraantje open. Het is heel simpel allemaal. Hup. En je hebt het dus. Ja, het is luxe, luxe, luxe. Het luxe chalettos. Alles zit erop en eraan. Jullie hebben daar een tweepersoons bed. Oh. En voor de kinderen hebben we natuurlijk de... Ik denk dat we niet fout gaan. Oh. Nou, er is niks aan de hand hoor. Dat kunnen die dingetjes goed hebben. Het is allemaal van het shockproof materiaal, hè. Oh. Jongen, jongen, wat een bak, hé. Dat is zo'n kooibak. Zo'n vissenbak. Schat, hij gaat kooikarpers houden, denk ik. We kregen overal reigers in de buurt ook. Maar gigantisch, weet je wel. En we hadden de was buiten. Mijn vrouw, die kon om de twee dagen, zat er van die scheid op die was. De vissen, die geven gewoon overlast. Een kooikarper staat in de top 3 van de meest overlast veroorzakende beesten die je kan hebben in een huizen. Vos is voor ons een hele snelle en die speelt altijd een spelletje met de haas. Ja. Soms heb ik de haas, want die wil ook eigenlijk rechts buiten, maar dat is een veel betere verdediger. Ja, ja. Maar de vos en de haas, die zitten elkaar steeds achterna. Dat is, Dit wordt hem. Hier moeten we mee winnen. Ja, de corner pick from the left was the head inside the goal. Dat was het. Dat was je specialiteit. Ze verstaan ons niet. Dat is goed. Ze verstaan ons helemaal niet. Dus jij geeft aan welke hoek je wil. Yes, sir. What do you want, sir? Kom dus zo aanlopen. Ja. Ja, niks aan de hand. Thuis. Hier val ik. Nee, meneer. Dit is Dick voor de waskamer. Lea, over. Lea, zeg het maar. Als je dat gezegd hebt, zeg je altijd over. Over. Nieuwe tenues. Wil ik het graag over hebben. Lichtblauw. Wie stemt voor? Ja. Hoger graag, rug recht, armen omhoog, handen goed gesloten en eventjes goed blijven staan. Dan kan ik dat opnemen. Je zit natuurlijk vaak in die tuin, zomers. Neem ik loop hem gewoon in mijn blootje. Ja, ja, het is wel... Loop je hier echt in je blote kont? Ja, ja. Ja, ik kan er niks aan doen, joh. Ik zet net de eerste snee. En we zijn eruit. Uitstekend. Meneer Van Dijk, fantastisch dan. Hartstikke leuk. En wat een mooie onthulling ook. Geweldig. Dank u wel. Want en succes. We gaan over 20 seconden weer live door. Ja. Uitstekend gedaan. Wat is dat, joh, hé? Je hebt het schuifdak open. Heb je op een knop gedrukt met die radio? Oh, te nou jij. Oh, die man die wordt gek. Oh man. En het is ook niet een beetje, ook niet hè. Oh, nee. Oh nee. Dat meen je niet. Nee. Het is een een monet. Dat is meer een monat. Ik heb net gebeld van een diefstal van een auto die we onder onze neus zagen gaan. Die gasten zijn hem gepeerd. En die auto ligt in de sloot. Kijk, 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 kijk. Kijk. Nu doe. Jouw auto. Jezus. Mercedes Plans. Dus ik kom aanlopen en waar viel ik volgens? Hier zo. Eerste keer. Zo. Ja, dat is. Ja. Ja, is wel buiten. Ja. Het is net over. Het is net over de stoep. Ja, ik kom hier altijd oefenen s'avonds voor mijn nieuwe zweefact. Want die Hans die komt hier vaker om te trainen met dingen, grappen en acten. Nu is hij met die vaak hier. Kijk, daar gaat hij. Hartstikke idee. Goed zeg. En dan gaat hij. Het is een fantastische act. Hij vliegt soms gewoon hier helemaal over het park. Maar hij wil niet zeggen hoe hij het doet. Kijk, dan gaat hij weer. Hij valt niet zomaar van de muur af. Ik heb er niet aangezeten. Nou, ik hoop dat u goed verzekerd bent, eerlijk gezegd. Ik zie u hier, ik zie u daar bij de tv. Ik wil een televisie Meneer, ik heb niet aan die televisie gezet, nogmaals. Nee. Ik kan hem met heel veel korting meegeven. Nee. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik heb misschien nog wel een goede doos ervoor. Jezus. Ja, maar even kijken, luister, jongen. Jij zet hem zo dicht bij ons. Dat gaat het systeem gaat activeren. En dan gaat het vanzelf gaan. Maar je zit er zo dicht op, je komt met gier in de banden, kom je aan. Nou ja, lullo. Daar zal hij niet blij mee zijn, denk ik, als ik dat zo zie. Oh.
als je terugkomt en er staat daar eerst geen auto, ga je toch even vragen wat is er moet hiermee gebeuren? Gaat hij niet zo erin hangen? Ik weet niet wat hier op het spelletje afgaat, maar hier heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik wel dan. Ja, als je nog iets van de persoonlijke bezitting eruit wil halen. Hé? Ja. Een persoonlijke bezitting. Ja, van de laatste vrouw. Kijk, wat u kunt doen natuurlijk, is natuurlijk zeggen, oké, ik neem die tv met een grote korting. En dan geeft u hem thuis op, als zijnde gevallen van de verzekering. Want dat zou... Ja, maar ja, we moeten toch iets doen. U kunt hem als radio misschien ophangen. Ja, ik verzin ook maar wat. Maar u zal toch dit ding waarschijnlijk mee moeten nemen. Nu links, we mogen door. En de rechter rijden. Oh, wat fijn, meneer. Een motorfietsje staat. Wat voor kleur? Een gele. Die moet ik hebben. Perfect. Ja, hartstikke goed. Bedankt.